Vrijdagochtend van het veld in het Philipsstadion naar het kantoor van de algemeen directeur van PSV. Goed nieuws voor Toon Gerbrands, die zijn contract bij PSV tot 2025 verlengt. Ja, dat betekent voor mij persoonlijk dat ik een keuze heb gemaakt om hier de komende zes jaar te blijven. Uh, ik vind dat in de rol als uh, algemeen directeur bij een voetbalclub je ook langdurig echt moet werken om iets neer te kunnen zetten. Het waren uh, ja, tot nu de vijf en half hele mooie succesvolle jaren financieel en qua prestaties. En ik vind het prachtig om leiding te geven de komende jaren om de visie van PSV ook vorm te gaan geven. In de top is het heel essentieel. Uh, kijk, we hebben al een hele drukke buitenwereld. Iedereen die vindt er wat van. En het is een hele rumoerige wereld. En als je dan intern in de organisatie bij een stichtingsbestuur, raad van commissaris en de top van de uh, directie het rustig kan houden. Dan hou je echt continuïteit. En ik denk dat dat voor een organisatie belangrijk is, maar ook voor de lange termijn keuzes. Uw zesde jaar als uh, directeur van PSV. Heeft u ooit getwijfeld? Heeft u ooit gezegd van, nou misschien moet ik eens verder kijken? Nee, kijk wat, wat wat er altijd wel gebeurt als je in deze functie bent, is dat we wel eens mensen gaan bellen. En uh, ik heb eigenlijk een hele simpele afspraak met, uh, met, met de Raad van Commissarissen. Kijk, zij mogen mij als het niet meer werkt, vind ik per dag wegsturen. En dan moet ze een kop koffie meenemen met even vertellen tegen mij dat het zover is. Maar zij weten ook van mij dat ik een commitment uitspreek. Dat betekent als een club zich, uh, zich meldt en dat is ook wel gebeurd in het buitenland en ook al kan ik vier keer zoveel verdienen, dan blijf ik toch hier zitten. Dus zij hoeven, niemand hoeft zich een dag druk te maken dat ik wegga. En als zij vinden dat het niet meer werkt, dan mogen ze me wegsturen. En dat is een mooie basis om onvoorwaardelijk erf te werken. Als je kijkt wat ik in mijn leven heb gedaan, ik heb uh, ooit eens uh, 20 jaar uh, gekozen om van niks uh, uiteindelijk alleen maar speel te halen als, als volleybalcoach en daar te presteren. Ik heb uh, 12 jaar AZ uh, gedaan, dus volgens mij ben ik een heel trouw iemand en loyale iemand aan, aan een club. Maar er moet wel wat te halen zijn en nu heb ik uh, na 5,5 jaar besloten om hier langer te blijven. Ik zie heel grote kansen en in dat kader past dat eigenlijk helemaal in mijn keuzes die ik al in mijn leven heb gedaan. Als ik iets doe, doe ik het goed en uh, weet ook dat ze mij kunnen rekenen. En die kansen liggen er volop in relatie tot metropoolregio Brainport-Eindhoven volgens Gerbrands. Nou, toen ik hier vijf en half jaar geleden begon, was dat voor mij de grootste verrassing om te zien hoe alle bedrijven uh, samen met PSV, maar ook alle andere partners in deze regio samenwerken. En dat is uniek in Nederland en misschien wel uniek in Europa. En ja, als je daarbij kan aansluiten met elkaar, ja, dan krijg je prachtige ideeën. En ja, dat is de basis voor ons om uiteindelijk te kunnen gaan presteren. Onze schuldenlast is in die periode helemaal weggewerkt. Uh, we hebben grote transfers gedaan, we hebben mensen ontwikkeld, maar we hebben ook gepresteerd. Dus we hebben drie landstitels gehaald, drie keer Champions League gespeeld. En die, die vaste basis die er is in Eindhoven, dat is, ook de, dat is het fundament waar we de komende jaar op kunnen gaan bouwen. U bent nog niet klaar hè, met PSV. We zitten op 70, 80 procent. Ja, dat, dat, dat is niet helemaal meetbaar. Maar er moeten inderdaad grote stappen nog worden gemaakt. Ik bedoel, wij willen ook een potje opbouwen financieel zodat we sneller kunnen gaan handelen. Maar ja, ook op weg naar uh, wat ik ooit een keer heb gezegd, de derde ster. En bij de beste 32 van Europa. Dus ja, dat zijn grote doelen om te halen en daar hebben we iedereen van nodig om dat voor elkaar te krijgen.